Deel 2 van ons vraaggesprek met burgemeester Tuurlings. Dat is een vragenrondje. Bij de volgende vragen die ik u ga stellen, mogen u alleen ja of nee antwoorden. U mag wel een keer passen als het u echt benauwd wordt. Maar we komen er dan natuurlijk wel later op terug. Daar was ik al bang voor. Vraag 1. Bent u er klaar voor? Ja hoor. Prima. Heeft u het idee dat u al voldoende bent ingeburgerd in Reuzel? Nee. Wordt u op straat vaak aangesproken door burgers? Ja. Zonder vakantie? Nee. Reuzelcity.nl? Dagelijks kost. Slaapt u met pyjama? Ja. Joep van het Hek? Leuk. Dat was als ja. Ook mag alleen ja en nee zeggen. Sorry. Ja. Geeft niet. Soep vooraf? Ja. Frans Bauer? Nee. Paul Witteman? Nee. Verwacht u dat de LOG's, de landbouwontwikkelingsgebieden, voor mens of natuur schade zullen gaan opleveren? Nee. Dat was een hele moeilijke. Hè? Verwacht u dit jaar eigenlijk nog in Reuzel te wonen? Ja. Boerenkool met worst? Nee. Boxershort? Nee. Kamperen op de camping? Ja. André Rieu? Nee. Koffie? Nee. Thee? Ja. Heeft u 's avonds ook wel eens hoofdpijn? Nee. McDonald's? Nee. De route Hees-Reuzel, Reuzel-Hees, heeft u dat al bekeuringen opgeleverd? Ja. Heeft u al een grove blunder gemaakt omdat u een bepaald persoon hier in Reuzel voor een ander aanzag? Ja. Loket van A tot Z? Ja. Voor het eerste rondje. We krijgen nu nog een keuzemogelijkheid. Wordt het misschien nog iets makkelijker. Dus ik mag kiezen tussen het een of het andere. Bent u er klaar voor? Ik ben er klaar voor. België of Frankrijk? Frankrijk. Ajax of PSV? Ajax. Chinees of Italiaans? Italiaans. Nederland 1 of SBS 6? Nederland 1. Rode of witte wijn? Pas. Mocht één keer passen. U mocht één keer passen. We komen er dadelijk op terug. Villa Velderhof of Spoorloos? Villa Velderhof. Een zeearend of het ijsvogeltje? Het ijsvogeltje. Die is ook wel heel mooi, hè? Die is heel mooi, ja. Natuurcentrum Slaabroek of de Moeren? Dat is een hele gemene, hè? Dat is een hele gemene. Ja. Ja. Mag ik een tweede keer passen? U mag de tweede keer passen. Dat snap ik ook helemaal. Als voorzitter nog van Slaabroek. Ja. En ja. Hier een mooi natuurcentrum of een natuurgebied de Moeren hebben. Ik zou zeggen allebei, want het zijn twee fantastische gebieden. Inderdaad, ja. Heeft u ook gelijk in. Toneel of cabaret? Toneel. Toneel. Klitsy of haasjes? Een mooi span. Een mooi span. Burgemeester Tuurlings redt zich weer. Want voor degenen die de namen niet kennen, Klitsy is de burgemeester van Os en haasjes de burgemeester van Lid, waar u destijds de lokale burgemeester was. En Lid ook samengaat met Os in de toekomst. Ja. Dus vandaar. Een mooi span. Ja. U heeft zich gered. Laat het niet te streng zijn.
De Kemperroute of de Maaslandroute? De Kemperroute. De Kemperroute, toch? Zoals u vroeger ook vaak gereden heeft, vertelde u in de introductie. Pizza of shawarma schotel? Pizza. Biljarten of jeu de boule? Jeu de boule. WK voetbal of de Olympische Spelen? Olympische Spelen. Een trappist of een lekker pilsje? Trappist. Wat is eigenlijk uw laatste boek? U mag hier het antwoord op geven. Wat u gewoon... Het laatste boek... Wat u gelezen heeft. Het laatste boek wat ik gelezen heb is het boek van Harry Wentink over de Kruisbergkapel. Oké. De moordzaak. Dat is echt het laatste boek wat ik op dit moment gelezen heb. Ja. Schiet me zomaar in één keer te binnen hoor. Ja. Nou, ik ben door mijn vragen heen en we hebben wat passers gehad. De rode of de witte wijn? Dat ligt aan het tijdstip van de dag of wanneer het bij een eentje is aan hetgene wat je erbij eet. Ja. Dus ik ben een wijnliefhebber en zowel voor rode als witte wijn. Ja, oké. Okay, heel eenvoudig antwoord. Ik snap hem al, maar ik moet hem toch even aan u vragen. Hè? Ja. Dus, en zal ik er maar bij zeggen, met mate. Met mate, dat doe ik. Dat is natuurlijk altijd belangrijk. Ja, daarom. Altijd leuk om vrienden op bezoek te hebben. Voor jong en oud. Hè? Ja. Goed, we weten iets meer van u. Het is heel duidelijk, uw voorkeur voor Frankrijk, uw voorkeur voor Olympische Spelen. Ik denk ook dat u minder met voetbal heeft dan. Of is dat een... Ik vind voetbal in die zin een hele leuke sport, omdat er heel veel mensen veel plezier aan kunnen hebben. En als ik dan kijk en ik zie hoeveel met plezier er... Kijk naar onze voetbalvereniging die we in Reuzel hebben. Mm-hmm. Hoeveel mensen daar plezier in hebben, is eigenlijk geweldig. Maar ik ben niet iemand zelf die de hele competitie tot op het laatst bijhoudt. Dan ben ik meer een liefhebber als ik naar sport kijk van tennis, volleybal, atletiek, turnen. Dat vind ik leuker sport om naar te kijken. Maar dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Dat mag ook inderdaad. Dat wil niet zeggen dat ik geen warm hart heb voor het voetbal. Integendeel, want nogmaals, voetbal zou ondankbaar zijn als dat niet meer in onze kern aanwezig zou zijn. Nee, absoluut. Daar heeft u ook gelijk in. En we hebben inderdaad hier prachtige verenigingen en onderlinge wedstrijden die altijd natuurlijk heel veel publiek trekken. Ja. Tot slot, heeft u ook zijn zin in Reuzel Kermis? Ik ben er zo benieuwd naar om dat nou eens mee te maken. Ja. Want u heeft er al verhalen over gehoord dan? Ja, dat is wijdenzijds bekend en we zijn natuurlijk ook niet druk bezig hier in het gemeentehuis met de voorbereidingen ervan, samen met de horeca, samen met de politie, om het weer een gigantisch mooi feest te laten worden. En als het weer zo lekker mee zit, lekker terrasjes weer is, weer dat we buiten echt gewoon kunnen genieten van de kermis en van wat er omheen gebeurt, dan moet het weer een grandioos feest maken. Dat we met z'n allen oppassen, dat we het ook op een leuke, gezellige manier met elkaar vieren, dan wordt het weer een reuze kermis zoals het ook buitenzijde terecht bekend staat als een van de gezelligste kermissen die we kennen in Zuid-Nederland. Hartstikke bedankt voor het vraaggesprek natuurlijk. Graag gedaan. Dankjewel en tot ziens. Tot ziens. En binnenkort weer een ander interview met een bekende Reuzelaar.